niets geen vervroegd pensioen voor Hans van Manen, want hij staat alweer aan de vooravond van een première. Reinhard de Leeuw die duwde hem de muziek van Hugo Wolfs Mignon-liederen onder de neus. En daarom maakte hij een nieuwe choreografie Without Words voor zijn muze Igoné de Jong en Drie Heren. Nou, de dansers hebben al eindeloos met elkaar gerepeteerd, maar staan nu voor het eerst in de zaal met licht, met decor en de live muziek van Reinhard de Leeuw. Hij belde me op een gegeven moment op en zei, kan je niet even langskomen? Want ik heb prachtige muziek. En ik kwam daar en toen legde hij uit dat het de muziek was van Hugo Wolf. Dat het vier liederen waren. Die natuurlijk met de tekst van Goethe. Het laatste, de beroemde met Das Land wo die Zitronen blühen. En hij zei, we moeten het zonder zangeres doen, als je het wil gebruiken. Want de compositie is zo geweldig prachtig en dat hoor je eigenlijk niet als de zangeres zingt. Dan is het weliswaar een prachtige begeleiding, maar als je die muziek op zichzelf hoort, dan hoor je hoe geweldig het gecomponeerd is. En dat is ook zo. Wat is nu afgesproken voor het achterbarkijken? Hij vertelde mij dat hij iedere morgen na het ontbijt onmiddellijk dat stuk speelt. Dus dat schijnt hij al maandenlang te doen. Dus ja. Je zou bijna zeggen dat stuk muziek, dat is bijna Reinhard de Leeuw geworden. En dat doet hij prachtig, dat doet hij echt geweldig. En dat zie je ook vandaag weer, want het is iedere keer toch een beetje anders. En dat is natuurlijk interessant. Nou ja, dat is het leuke van dat het live is. Dat betekent ook dat er risico's genomen worden. En dat vind ik het meest interessante wat er is, risico's. Ik kan bijvoorbeeld, ik heb niks met dansers die geen risico's durven nemen. Ook als je aan het choreograferen bent, dan vind ik het geweldig als mensen risico's nemen. Dat betekent dus dat ze niet bang zijn om de fout in te gaan. En dus ze gaan, ze gooien zich erin. Ze zijn niet voorzichtig. Ze wachten niet af. Nee, ze gaan. En dat is het soort dans waar ik van hou. Rachel, het was nooit zo hoog. Weet je wel? En wat, nu lijkt het op tillen in plaats van tegenhouden. Het was nooit zo hoog. En dan was er één ding met die liften, die laatste liften, dat zij ook een beetje op zijn borst hangt. Waardoor haar benen zo gaan. En dat, ja, dat maakt het ook ongelooflijk spannend. En soms maken ze ook wel eens fouten daardoor. En dan denk ik, oh, een fantastische fout. Wil je dat alsjeblieft zo laten? Begrijp je wel? Want ja, zij improviseren natuurlijk ook, net als ik. Zoeken, zit dat ook in wanneer u zelf hakken aantrekt in een stuk? Of is dat ook eigenlijk op zoek naar bepaalde risico's? Nou ja, je bent er niet op zoek naar. Dat risico heb je dan genomen als je hoge hakken aan doet. En ik weet wel dat ik dat met Rachel deed. En nou, dat had ik wel een paar keer in de studio gedaan. Maar toen ik het voor de televisie toen moest doen, god, wat had ik toen een moeite. Het is hetzelfde als hoe heet het, die programma's waar die mensen allemaal moeten zingen. En dan zijn ze zo zenuwachtig dat ze bijna niet meer kunnen zingen. Dat ze vals zingen enzovoort. En dat gevoel had ik ook een beetje. Maar dan zoekt u wel iets op wat ook iets spannends heeft dan. Ja, natuurlijk. Dat is de bedoeling. Of een hand in een kruis, wat ook op een andere manier werd of voor een soort spanning zorgt. Hoe komt het aan bij het publiek? Of hoe... Ja, nou, dat, kijk, die hand in dat kruis, het ging over sarcasme. Nou, hoe kon je nou echt sarcastisch zijn tegenover die man. Dus daarom doet ze dat, hè. Hij wordt er ook gek van, hè.
maar dat zijn erg leuke vondsten. Ik bedoel, daar ben ik altijd zo gelukkig mee als ik zoiets gevonden heb. Want je denkt, het is zo voor de hand liggend, maar dat is niet zo. Dat bedenk je op het moment en dan zie je ook dat het werkt. Nou, dan ben je heel blij hoor. Is een van uw muzes? Dat is mijn muze, ja, dat is mijn laatste muze. Ja, uw laatste, we vragen het ook even Rachel Beaujean, die is natuurlijk ook één geweest. Dat is er ook één geweest. Van Radius was er ook één. Ja, er zijn er wel meer geweest. Fiona is bij Danstheater, zijn er ook wel een aantal geweest, ja. En wie weet, als ik heel oud word, dat er misschien nog een nieuwe muze komt, maar dat weet ik nog niet. Ik ben in ieder geval dol op Igonea. En hier ook een stukken beter. En de schoenen? Ja, prachtig. Ja. De bandjes mag je nog iets bijsmieren. Ja, ik doe andere bandjes. Oké. Ik werk al heel lang met Igonea. En Igonea gaat altijd maar weer vooruit. Hij krijgt steeds meer karakter en steeds een grotere expressie. En het is zo geweldig van haar dat ze zo ongelooflijk goed begrijpt wat ik bedoel. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van muzes, dat ze jou begrijpen. Hè? Ik begrijp natuurlijk hun, maar zij moeten mij ook begrijpen. En dat doet ze op een wonderbaarlijke manier. Ze kan onmiddellijk invullen wat ik wil. Ik krijg dat onmiddellijk van haar te zien. Ja, dat is heel bijzonder. Nou, dan ga ik het doek dicht. Mocht er nog een buiging in zitten, dan ga ik alleen. En dan blijf ik ook hier heel lang. Oké.